Hallo, deze video gaat erover wat een variabele is. En dit doen we binnen de processing cursus van de dojo. We klikken op processing om naar de les te gaan waar dit ook staat. Dat is namelijk les 2, bal naar rechts. In les bal naar rechts hebben we al een aantal oefeningen gedaan. We hebben net opdracht 1 tot en met 6 gedaan. Opdracht 1 tot en met 5. En dat ziet er zo uit. Hoppa, het is een bal die naar links gaat. Nou, dit stukje theorie gaat over wat een variabele is. Een variabele gebruiken we al in de eerste regel. Daar staat float x is 50. Dat betekent dat we tegen de computer zeggen dat die een getal, float betekent een getal, met de naam x moet onthouden met de beginwaarde 50. Ja, als ik jou zeg, onthoud het aantal vingers wat ik opsteek, en dan steek je een aantal vingers op, en dan daarna vraag ik aan jou, hoeveel vingers stak ik op? Dan zul jij zeggen hoeveel vingers ik opstak. Nou, een variabele is een moeilijk woord, en eigenlijk is het een stukje computergeheugen met een naam. In dit geval gebruiken we variabele naam x. X, dat komt in de wiskunde, dat is vaak hoeveel naar rechts iets is. Dus daarom noemen we in de code de variabele x. Als je naar het computergeheugen kijkt, daar zitten namelijk heel veel dingen in. En omdat de computer kan dat ook allemaal onthouden. En we geven het een naam. En dan kan die daar een getal in doen. Of andere dingen. Zoals bijvoorbeeld hier een ruimteschip. Of een woord. Of een letter. Of een muziekje. Hier staat de eerste zin nog een keer in het groot. Als je schrijft float x is 50. Betekent dat x de naam is van de variabele. Dat die variabele een komma getal is. Bijvoorbeeld 3,14 of 50. Die is kun je lezen als is vanaf nu. De 50 is de beginwaarde en de puntkomma zie je vaak aan het eind van een zin. Als we dan als laatst nog even kijken naar de code wat er gebeurt. In de eerste regel zeggen we dus, lieve computer, onthoud een variabele met de naam x. Dat is een komma getal met beginwaarde 50. Als we dan kijken in de code wat hij ermee doet. In setup doet hij er niks mee. Hij maakt daar een venster van 600 pixels breed en 400 pixels hoog. Maar op het moment dat hij hem gaat tekenen in draw. Draw betekent tekenen. Dan tekent hij een ellips. X naar rechts. 50 omlaag. 40 breed en 40 pixels hoog. Die x in het begin is dus 500. De eerste ellips die hij zal tekenen zal 500 pixels naar rechts zijn. Maar in de regel erop doen we iets met die x. Zeggen computer, wat x nu is, 500, haal daar 1 vanaf. 499 krijg je dan. En sla dat op in x. Hierdoor is x minder geworden, namelijk 499. Als de computer dan onderaan draw komt, dan begint hij weer bovenaan. En dan tekent hij een ellips die 499 pixels naar rechts is, en 50 omlaag, en 40 breed is, en 40 pixels hoog is. Dan gaat hij van x weer 1 afhalen. Dan krijg je 498. Dan tekent hij een ellips op 498 pixels naar rechts, 50 omlaag, 40 breed, 40 hoog. En dat blijft hij doen. Dat ziet eruit als een bal die naar links gaat. Dus, dat is een variabele. Er zijn meer variabelen. Spellen en kunstwerken hebben veel variabelen, zoals het aantal levens, je score en hoeveel een bal naar rechts of links is.